Alweer enige tijd geleden schrijft Merel van Vroonhoven, columnist in de Volkskrant. Voor ik het door had, geeft hij me een natte, kleverige zoen vol op mijn mond. Ik verstijf. Het gebeurde 25 jaar geleden, maar het voelt als gisteren. De vernedering. Er is gelukkig toenemende aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, alhoewel niet altijd duidelijk is wie die grenzen vaststelt en welke grenzen precies overschreden worden. Maar het thema van vernedering komt daar veel in terug. En dat is een belangrijk thema in het veld van de mensenrechten. De tegenhanger van wat een centraal begrip in het denken over mensenrechten is de menselijke waardigheid. De menselijke waardigheid wordt ondermijnd door het vernederen van mensen. En de verklaring, de universele verklaring van de rechten van de mens, stelt eigenlijk voor dat alle vormen van menselijke vernedering afgewezen moeten worden. En dat mensen op een horizontale, niet hiërarchische manier met elkaar moeten omgaan. Tot vernederende behandelingen behoren dat je de persoonlijke identiteit van mensen ondermijnt. Je neemt hun gevoel van persoonlijke waarde weg door ze niet meer als persoon te zien, maar ze te zien als nummer, als geval, als een dossier. En om mensen te behandelen als groepsleden en niet als individuen. Vernederend is natuurlijk ook het discrimineren van mensen door hen te behandelen volgens de oordelen van superieur tegenover inferieur. Of mensen handelingsonbekwaam te verklaren. Ze het vermogen te ontnemen om voor zichzelf te denken en beslissingen te nemen. Of mensen in dermate afhankelijke situaties te brengen dat ze hun waardigheid opgeven en op hun knieën gaan en bidden en smeken. En daarbij ook nog in hun broek plassen. Vernedering tussen mensen in persoonlijke relaties komt natuurlijk op hele grote schaal voor. En dat is ernstig genoeg, maar misschien nog belangrijker en ingrijpender zijn wat je zou kunnen noemen de institutionele vernederingen. Want als onderdeel van institutioneel gedrag. Handelingen die worden verricht bijvoorbeeld op de instructie van het gezag van een instelling. Zoals gebeurde in Abu Ghraib, de gevangenis in Irak. Waar de handelingen van de militairen niet noodzakelijkerwijs werden ingegeven door individueel sadisme, maar ze volgden gewoon de opdrachten. Ze volgden gewoon de standaard operationele procedures, zoals die ook in Guantanamo Bay en in de andere geheime gevangenissen van de CIA werden toegepast. En veel moderne instellingen zijn bureaucratische organisaties. Door hun mechanische manier van handelen zijn ze zo onpersoonlijk geworden dat er daardoor heel veel ruimte is voor vernedering. En in veel instellingen, grote bedrijven, kerken, media, leger, zie je dan ook dat mensen worden uitgesloten. Mensen worden gemarginaliseerd, worden gediscrimineerd, worden gepest, worden afgewezen en worden niet geaccepteerd om wie ze zijn. Door die vernederingen ondergaan mensen schade. Soms gaat die schade gepaard met fysieke pijn, maar die wordt meestal uitgebreid met psychische pijn. De pijn van de marteling wordt vaak versterkt door de pijn van de vernedering. En die psychologische dimensie van het menselijk lijden is onwaarschijnlijk belangrijk, want vaak verdwijnt in de loop van de tijd een beetje de fysieke pijn. Maar de psychische pijn van de vernedering, die ontkende dat je waarde en betekenis hebt en dat je daardoor niet vernederd zou mogen worden, gaat vaak helemaal nooit weg. De vraag is natuurlijk hoe we een samenleving kunnen ontwikkelen met elkaar waarin we kunnen leven met niet-hiërarchische verhoudingen en waarin dat vernederen van elkaar een einde vindt. Ik denk dat we een uitgangspunt kunnen vinden in een boekje dat Ivan Illich ooit schreef, Tools for Conviviality. Het begrip conviviality is moeilijk vertaalbaar in het Nederlands, maar wel heel belangrijk voor het denken over een nieuwe vorm van samenleving.
waarin mensen niet vernederd worden. En waar instituties ook niet mensen in staat stellen om elkaar te vernederen. Conviviality is... Het woord gezelligheid is een beetje te oudbollig ervoor. Het geeft een soort van plezierige manier van samenwerken met elkaar aan. Het is een combinatie van vrolijkheid en coöperatieve hulpvaardigheid. En er is in 2020 zelfs een groot convivialistisch manifest getekend door talloze intellectuelen uit veel landen van de wereld. Waarin wordt gezegd dat dat convivialisme is eigenlijk een soort van humanistische politieke filosofie. Die uiteenzet hoe je met elkaar zou kunnen samenleven in de 21ste eeuw. Op een ondersteunende en solidaire manier. Instituten die dus niet abusief zijn, die geen misbruik maken van dat gezag. En die niet hiërarchisch zijn, maar convivial. Zijn bijvoorbeeld organisaties waarin mensen niet langer worden gezien als hulpbronnen. Mensen worden niet langer gezien als resources. Vandaar dat het eerste bureau wat verdwijnt in een conviviale organisatie is het Office of Human Resources. Dat wordt vervangen door een Office voor Creatieve Vorming. In het convivial bedrijf zijn mensen niet langer kleine deeltjes van een grote machine, maar zijn ze kunstenaars, zijn ze creators. En nemen ze aan die veranderingsprocessen deel met veel plezier. Dat klinkt heel erg triviaal, maar we moeten ons goed realiseren dat veranderingsprocessen vaak veel weerstand oproepen, ook omdat ze niet plezierig zijn. Als u echt een veranderingsproces wilt bevorderen, dan lukt dat het beste wanneer mensen er plezier in hebben. Kijk, als u mensen op grote schaal uit de auto wilt krijgen in het openbaar vervoer, dan moeten we ervoor zorgen dat dat openbaar vervoer aanmerkelijk leuker is dan in die auto zitten. Anders wordt het niks. Mensen doen dingen heel graag die ze leuk vinden. Fun is een geweldig onderschatte factor in veranderingsprocessen. Ik heb veel geleerd van de muziekpedagoog, de jazzpedagoog in Amsterdam, Peter Giddy. Die tegen de studenten in zijn big bands altijd zei: jullie moeten je goed realiseren dat jazz is fun. Serious fun. En lerend van Peter Giddy zou het misschien een goed idee zijn om met elkaar het risico van de convivialiteit te nemen. Het risico van de nieuwe samenleving. Die fun is. Serious fun.